Voor alle vissen die worden gevangen in de oceaan wordt een groot deel weer gebruikt als voedsel voor kweekvissen. En daardoor komt de visstand steeds meer onder druk te staan. Maar er is een alternatief. Door eiwitten uit insecten te verwerken tot voedsel voor vissen, hoeven er minder vissen gevangen te worden. En het Dongense Protex is er al heel erg ver mee. En ze willen dit jaar op grote schaal insecten gaan kweken in een nieuwe grote fabriek. Kees Aert, zo is het. Ja. Waarom is het nou zo belangrijk om hier fors op in te zetten? Ik denk dat insecten in de natuur al een hele belangrijke rol spelen. Die niet in de voedselketen terugzien. En wij produceren en nemen heel veel van de natuur. En insecten kunnen een hele goede manier zijn om die druk op die primaire systemen, zoals land en visvangst, mm-hmm. om die te verlichten. En ik denk dat eigenlijk elke innovatie op het grondstofgebied en met name eiwit iets is waarvoor te vechten is. En waarvoor, maar wat kun je er dan allemaal mee met die eiwitten? Waar kun je die voor gebruiken? Voor heel veel. Eiwit is een heel belangrijk onderdeel van de hele voedselketen. Dus eigenlijk elk dier wat gevoerd wordt met enige voer, dat heeft een heel belangrijk component eiwit. Eigenlijk zonder het eiwit heb je geen vlees, heb je geen zuivel, heb je geen vis. Dus het is een cruciaal element in ons voedingspatroon. Mm-hmm. Of je het nou uit plantaardig haalt, maar met name vooral uit de dieren, omdat ze het zoveel druk oplevert. Oké, okay, we hebben hier een heerlijke foto van allemaal heerlijke larfjes. Is dit wat we bij jou in het bedrijf zien? Ja, absoluut. Dit zijn onze larven vlak voordat ze daarna weer mooie vliegen worden. Hoe haal je die eiwitten er dan uit? Eigenlijk heel simpel door het... Uit een vlieg? Ja, uit een vlieg. Nee, uit de larven nog. Oh, uit de larven? Precies, voordat het vliegen worden. Eigenlijk gewoon precies wat in de natuur gebeurt. Niks nieuws aan het natuurlijke concept van larven die laagwaardige materialen opwaarderen en zelf weer een voedingsbron zijn voor vogels en vissen. Dat hebben we gepakt. Daar hebben we de technologie voor ontwikkeld om dat op grote schaal mogelijk te maken. Zodat ook onze klanten, de mengvoederbedrijven, uiteindelijk grote volumes stabiel en voedselveilig op kunnen nemen. Want dat is eigenlijk de hele grap van Protex, toch? De hoeveelheid, want iedereen kan in principe vliegen kweken, zou je zeggen. Maar hoeveel vliegen hebben we het bij jullie straks in jullie nieuwe fabriek? Wij hebben de miljoenste al bereikt. We zitten nu bijna tegen de miljardste. Dag voorbij. Ja, maar nog een belangrijke vraag. Want kijk, ik was vroeger al gek van sport en jij stond waarschijnlijk met een zaklamp voor de spiegel te presenteren altijd vroeger. Maar wat gebeurt er in een mensenleven dat je op een bepaald moment zegt van ik ga eiwitten uit vliegenlarven halen? Hoe ontstaat zoiets? Dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Ik kwam terug van een duiktrip. Nogal verwonderd over de mooie wereld, maar ook gefrustreerd over die visvangst. Om vervolgens oude hobby's en interesses rondom insecten een link te leggen en vervolgens daarover te gaan lezen en samen met een businesspartner een plan ontwikkeld om dat mogelijk te maken. Ja, het mooie is, Kees begint al te praten als een marketeer, want hij zei net nog tegen mij, insecten worden sexy en insecten worden fun. Ja, en toen absoluut. Dacht ik van, goh, nou ben ik zelf ook een marketeer, maar dit gaat wel heel ver. Ja, absoluut. Dan moet je toch op Create It on Friday zetten straks om daar een leuk concept niks. Voor te bedenken. We ook doen. We kunnen mooi samen werken, denk ik. Ja, zeker weten. Maar sexy en fun. Help me even, want als ik hier naar kijk, dan vind ik er nog niks sexy en fun aan. Nou, als ingenieur is het natuurlijk sowieso sexy, als natuurliefhebber. Maar ook vanuit productperspectief. Bijvoorbeeld als je kippen gevoerd ziet worden met insecten, dan worden ze levendiger, ze produceren meer eieren, dus ze zijn ook lekkerder. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook in Noorwegen hebben ze gekookt met ons insectenvet bij Noma. Ja, en Noma is natuurlijk... het sexy voorbeeld van restaurants en die met ons product aan de slag gaan om weer mooie gerechten klaar te maken. Ja, okay. Nou, dat was meer een probeersel, maar de sexy in insecten komt zeker, aan. Nou, jullie hebben al een project lopen in Noorwegen, er komt een project in Chili komt eraan. Ja. Wereldspeler worden of zijn jullie dat eigenlijk al? We zijn zeker onderdeel van de wereldspelers en met name met onze technologie. Dus je kunt op verschillende manieren kweken. Meer op de wat kleinschalige manier. Maar als je groot gaat, dus als je echt voorbij de 10 of 100 of zelfs 1000 ton op een gegeven moment per dag of per week, dan worden energiebalans en technologie en controleerbaarheid worden belangrijk. Ja. Nou, en daar hebben wij op ingezet om die grote hoeveelheid stabiel en gecontroleerd te produceren.